Ik heb 24 uur lang Fortnite Ranked gespeeld. Ik wil het in deze video met jullie samen over dat nieuwe Ranked update gaan hebben. Want er zijn hier en daar nog een aantal dingetjes die verbeterpunten nodig hebben. Blijf deze video dus gewoon helemaal afkijken. En laten we gewoon gelijk het potje ingaan. Ja jongens en meisjes, dat klopt. Ik heb 24 uur lang Fortnite Ranked gespeeld. Vandaag speel ik dus gewoon even een potje normaal Zero Build. Om het dus over ja Ranked met jullie te gaan hebben. Want ik heb hier een paar dingetjes waar ik dus over wil praten. En ik ben dus benieuwd wat jullie daarvan vinden. Dus ja, laat zo even een duimpje omhoog achter. Ben je nieuw op mijn kanaal nog niet geabonneerd? Mag je ook even abonneren. Dat zou ik heel erg nice vinden natuurlijk. Want ik ben wel van plan heel snel ook ranked video's up te gaan loaden. Maar jongens en meisjes, ja, ik speel natuurlijk op dit moment Zero Build. En eigenlijk wil ik daar dus gelijk op inspringen wat dus te maken heeft met ranked. Want ja, er ontbreken gewoon nog een aantal dingen. Maar voordat ik dat ga vertellen, gebruik ik even mijn supportercode TIS in de Fortnite itemshop. Want dat support je mij nog meer natuurlijk als jij iets gaat kopen in de itemshop. Dus ja, gebruik de code TIS. Als je die gebruikt, heb ik ook voor dat je een hele goede aim krijgt. Dus ja, ik zou die sowieso aanzetten als ik jullie was. Maar ja, ik ga dus vandaag gewoon proberen dus een lekker potje normaal Zero Build voor jullie neer te zetten. Want als ik nu ranked had moeten gaan spelen, had ik sowieso keihard moeten tryharden. En had ik niet eens met jullie kunnen praten. Dus ja, voor mij is er niemand bij me geland. Ik heb ook speciaal de Spider-Gwen skin aanstaan. Omdat wij binnenkort natuurlijk de Miles Morales krijgen. En die kan dus al in de game zitten als deze video online komt. Wat natuurlijk ook echt heel erg ziek is. Dus ja, we gaan gewoon kijken of ik lekker een potje neer kan zetten voor jullie. Ik zou maar gelijk een katanaatje ook die ik mee kan nemen. Top, dan heb ik eigenlijk alle loot die ik wil hebben. Ik kan hierboven nog even snel looten, maar eigenlijk ben ik wel stacked. Dus Fortnite, thanks dat jullie me even lekkere loot gunnen. Maar ja, laat ik eigenlijk gewoon gelijk beginnen met welke rank ik ben. Ik ben op dit moment in Zero Build Ranked, ben ik Platinum 2 als ik het goed zeg. Voor mij Platinum 2, 20% als het goed is. Voor mij is er ook een screenshot in beeld gekomen. Maar ja, ik heb op dit moment nog geen, ja, hoe heet dat, ranked gespeeld met bouwen. Want ja, jullie weten dat ik bijna niet meer met bouwen speel. Maar dat wil ik dus binnenkort wel gaan doen. En dan zit die voetstappen hier zo. Hallo? Bro. Dankjewel. Ik kan hem eens binnen. Maar ja, ik heb op dit moment dus nog niet ranked gespeeld met bouwen. Wat inhoudt dat ik daar nog geen ranked van heb. Omdat dat twee aparte dingen zijn. Maar wat ik dus eigenlijk heel erg jammer vind. En wat mijn allereerste irritatiepunt eigenlijk al is van ranked op dit moment. Is dat je alleen maar in Zero Build duo's kan spelen. Op dit moment kan je letterlijk alleen maar Zero Build ranked duo's spelen. Geen solo's en geen squads. En ik hoop dus heel erg dat Epic Games dat eigenlijk gaat aanpassen. Nadat ik dus ook ja, solo mijn Zero Build rank kan spelen. Want ik vind het gewoon heel erg jammer dat ik per se duo moet spelen. En ja, ik weet niet wat jullie daarvan vinden. Laat even in de comments weten of jullie ook vinden dat ze ook gewoon Zero Build, solo en duo en ja, trio is natuurlijk uitgehaald, maar squad moeten maken. Ik hoop gewoon dat ze dat gewoon gaan doen. Want ja, ik vind het best wel leuk om natuurlijk duo's te doen, et cetera. Maar van mij mag solo ook gewoon toegevoegd worden. Want ja, waarom is met bouwen wel het solo, maar Zero Build dan niet? Dat is gewoon een beetje vaag. Dat is wat ik er jammer aan vind. En verder vind ik eigenlijk alle updates die er zijn best wel prima. Ik bedoel, ranked is gewoon leuk, goede toevoeging. Het enige wat ik graag ook nog zou willen zien is dat je Siphon terugkrijgt. Want nu, ja, word je eigenlijk totaal niet gewaardeerd voor het maken van een kill. Daar zit iemand. Oh. Oké, die is een soort van crack. Die ga ik gewoon gelijk pushen. Die man is letterlijk wanchel, dus moet ik niet mijn pump missen. Let's go. Deze man hitte mij ook nog. Maar dat maakt niet uit, weet je. Ik heb toch splash, dus we zijn 100-100. Maar het zou mij dus heel erg vet lijken als ze dus inderdaad gewoon Siphon adden. Want kills worden gewoon totaal niet gewaardeerd op dit moment. Of ja, hoe zeg je dat? Ja, je krijgt gewoon niks voor je kill terug. Plus, als je geturd party wordt, is dat ook gewoon echt heel erg jammer. Want ja, bro, als je niet daadwerkelijk met iemand in een fight bent, je wordt gedamaged, je krijgt er geen health voorbij. En je bent daadwerkelijk weak, dan is een third party heel erg ja, aannemelijk om te doen. En die gebeurt ook heel erg veel in natuurlijk ranked. Dus ja, het is eigenlijk gewoon heel vies gebruik maken van de situatie die zich voordoet. Zit daar weer iemand? Wat? Bro, het is dezelfde skin als net. Wat? Zitten hier meerdere mensen? Ik heb net letterlijk die kaart gepakt. Die man is zo one-shot. Die man is letterlijk one-shot, ouwe. Oh mijn god, ik moet gewoon proberen die kluis open te maken, want ze zijn allebei best weak. Maar laat daarom even in de comments weten wat jullie dus nog graag in ranked willen zien. Ik ben daar heel erg benieuwd naar. Laat gewoon even in de reactie weten wat jij dus graag aangepast zou willen zien. Of ja, ik ben benieuwd. Misschien hebben jullie wel gewoon een hele goede mening daarover. Dus ja, het enige wat ik dus zou willen zien is dat Fortnite dus voor Zero Build dus sowieso eigenlijk solo's en squads nog add. En eigenlijk ja, ook nog eens Siphon toevoegt. En verder is eigenlijk ja, tot nu toe vind ik het heel erg goed uitgepakt. Ik vind het gewoon het leuk. Het motiveert mij meer dan Arena. En ik weet niet waarvoor dat zo is. Maar ik vind het leuker om ranked te spelen dan dat ik Arena gespeeld heb. Want ik heb dit seizoen helemaal nog nooit Arena aangeraakt eigenlijk. Maar
zoals ik al zei, als het daadwerkelijk Zero Build Solo zou komen, zou ik dat echt kapot erg willen grinden, omdat ik het gewoon oprecht echt leuk vind. Dus hey, Fortnite Epic, als jullie deze video kijken, add alsjeblieft Zero Build Solo ranked. Please. En misschien vinden inderdaad, als jullie iets leuks in de comments achterlaten, ben ik het daar ook wel mee eens. Dus dat mag je sowieso ook gewoon doen. En dan misschien denk ik dan ook wel van, oh, dat is inderdaad wel een goeie ook wat ze moeten toevoegen. Dus brand maar los in de comments, jongens. Ik vind dat juist leuk om te lezen. Jullie mogen trouwens ook even commenten welke rank jullie zijn. Dat vind ik ook leuk om te lezen. Zoals ik al zei, ik ben Platinum 2 op het moment van dat deze video opneem natuurlijk. Maar zo snel ga je niet omhoog. Dus ja, laat ook maar even weten welke rank jullie zijn. Vind ik ook wel gewoon eigenlijk best wel leuk om te weten en om te lezen. Gaan we zo'n auto pakken, want we moeten echt een stukje rijden naar de safe zone. We moeten natuurlijk ook die overclock pulse rifle dadelijk hebben. Dus kijk eens aan. Lekker autootje. En we gaan gassen met die hap. Let's go jongens, we hebben pas 2 kills. Dus ik moet eigenlijk even proberen wat meer kills te pakken ook. Maar als je natuurlijk ook ranked willen zien, moet je sowieso even een duimpje omhoog achterlaten jongens. Abonneer ik op mijn kanaal dat je dat niet mist. Want ik ben zeker van plan ook ranked te gaan spelen natuurlijk. Maar ja, ik wacht eigenlijk gewoon heel erg graag op die zero build versie. En kijk, hallo bro. Oh mijn god, hij heeft mij ook nog. Oh mijn god, ik ben letterlijk 1 AP. Ik ben letterlijk 1 AP, maat. Wacht. Pop die slurp. Iemand heeft net die vlag gepakt. Iemand bij de Citadel heeft net die vlag gepakt. Oké, wacht. Ik weet niet of ik hem nog kan spotten. Want als hij daar zit, kunnen we hem proberen te hitten. Maar ik heb alleen geen AR mee. Broski. Oh mijn god. Weet je dat die vandaan komt? Ah, hij gaat nu weg. Oké, ik kan eigenlijk even die paarse katana proberen te kopen hier. Kijk, waar is dan die katana? Kom hier. Die moet ik hebben. Top, let's go. Oh mijn god, deze droppen. Kijk, let's go jongens. Paarse katana is binnen. Voor mij gaat Spawn Island nu loot of loot island. Ik zeg het nog steeds verkeerd. Gaat dat nu spannen, ja? Hoeveel meter? Oh, 400 meter. Dan kan ik wel gewoon gelijk gaan eigenlijk. Ik vind het ook echt insane dat als je dan zeg maar gewoon normale game mode zoals dit speelt en daarna ranked gaat doen, kom je natuurlijk sowieso dikke traders tegen. En als je dan vervolgens weer terugvindt naar deze game mode, lijkt dit echt heel erg easy te gaan gewoon. Maar nu ook, ik word totaal niet gecontest, bro. Je kan mij gewoon pushen, ik zit op die vlag. I mean, kijk eens aan, we hebben de overclock pulse rifle. Reload dat ding, er zitten hier mensen onder te fighten. Oh kijk, het is een NPC. Daarachter zijn ze bezig, kijk, kijk, kijk. Kijk of ik een killetje mee kan pakken, let's go. Holy shit, oké, 2 gratis kills meegepakt, heerlijk. Dan ga ik zeker geen ape zeggen, maar daar is hij ook nog aan het fighten, kijk, kijk, kijk. Broski. Correct. En zo pak je even 3 kills op hier zo. Gelijk een top 10 situatie, let's go. Komt er iemand hier naartoe of niet? Voor mij niet, hè. Ik dacht dat iemand me ging pushen, maar dat is dat nieuwe geluidje. Want blijkbaar als je nu bij de top 10 zit of zo, hoor je ook een heel erg gek geluidje. Ik weet niet wat dat opeens is. Maar ik zal oprecht dus niet weten waarom ranked mij meer motiveert dan Arena. Misschien omdat het iets compleet nieuws is in Fortnite. Want ja, dezelfde tryhards die Arena spelen, spelen daadwerkelijk nu ranked. Moet hier ergens nog 8 andere mensen zitten. Zitten sowieso links nu. Oké, ja, ja. Zitten precies hier. Hé, als jullie maar even gaan fighten met elkaar, dan push ik gewoon lekker door naar het eiland. Ik heb die lama niet meer nodig, want ik heb genoeg health items. Ik denk dat ik daar eerst gewoon even de heikant ga pakken. Daar kan niemand bij wat doen, jongens. Oké, 1 keer katana, 2 keer katana. En dan met de 3e keer komen we er precies bovenop. En gaan we dan gelijk goed zitten, ja of nee? Nee, ik moet ook gelijk weer weg. Ik moet hier ook gewoon gelijk weer weg. Oh mijn god, ik moet gewoon terug. Er zit daar iemand. Hallo maatje, dit is een Dr. Strange skin volgens mij. Hij is zo goed als cracked. Hij is letterlijk white. Zou ik hem pushen? Ik kan nu wel, hè. Oké, ik ga hem gewoon pushen. Deze man is letterlijk one shot. Ik hou 2 katana's over. Dat bedoel ik. Let's go. Kill nummer 7 is ook binnen. Daadwerkelijk gewoon helemaal terug. Maar er zit hier een rift. Kijk, kijk, kijk. Oh, dit is ideaal. Kijk. Hartstikke idee. Oh, wat lekker zeg. Geef mij die rift maar. Ik ga gewoon helemaal erachterin landen. Die cirkel. Ih, er is iemand meegaan of niet? Ja, zie je wel. Oh, die zat dan heel dicht in de buurt bij mij, jongen. Ik denk dat ik het best gewoon even bij dit huis kan chillen. Van waar word ik beschoten? Van waar word ik beschoten? Doe eens even rustig. Er glijdt hier ook iemand. Ik zit hier dus niet veilig, jongens. Ik zit hier totaal niet veilig. Ik dacht dat ik hier wel goed zou zitten, maar ik zit eigenlijk gewoon midden in de safe, want dat heb ik niet slim gedaan. Eigenlijk... Dat heb ik niet slim gedaan, nee. Ik wou net zeggen, er zit hier nog iemand in de buurt, maar... Waar gaat bro landen? Daar zo, kijk. Let's go, dankjewel. Deze man heeft letterlijk alleen maar overshield geraakt. Daar heb ik echt heel veel geluk mee. Oké, nu moet ik gewoon even blijven manoeuvreren in die bomen. Niemand gaat me hier in die bomen zien, denk ik. Hoop ik. Ik ga naar het huis, er zit iemand op het huis. Oh my god. Er zit iemand precies op het huis, maar dan doen we dit. Oh mijn god. Oh my god, deze gaat me nog hard gehit ook. Slurp hier nemen. Dan zijn we sowieso weer 100. 4 mensen zijn er nog over, jongens. Deze gaat sowieso de mythic shotgun. Dat kan niet anders. Heeft die Dragon's Breath? Ah, daar ligt die shotgun. Ik wou net zeggen. Zoveel damage kan je anders oprecht echt niet doen. Ik zit net niet veilig hier. Maar kijk, hier zit iemand. Dan schiet je gewoon echt even bijna alles mis, Chess. Lekker. Zal ik hem pushen? Ja of nee? Want ik moet die kant op. Ik moet letterlijk die kant op. Dus ik ga hem gewoon pushen. Hij zit hier.
Daarom, geen Star Wars item meenemen, bro. Niet doen. Je hoeft het gewoon niet te doen, want je gaat alsnog gewoon dood. Zit iemand bij die steen. Hij heeft de sniper nu beet. Let's go, 38 hit. Hij zit letterlijk hier, je ziet zijn voetstappen. Let's go, ook dood. 1 tegen 1. 1 tegen 1. Ik kan dit met 12 kills dus winnen. Where's the last person, jongens? Waar is de laatste guy? Gewoon dicht bij de randjes blijven, dan kan hij moeilijker hitten. Ik moet daadwerkelijk helemaal naar de andere kant. Oké. Kan ik hem vanaf hier zien? Zie ik hem niet? Oh ja, daar. Wow, wat deed jij in de storm? Wat was deze guy aan het doen? Ik weet niet wat hier precies gebeurde. Maar ik heb weer een crown weer gehaald, dames en heren. 104 is op dit moment binnen. Maar ja, laat even weten wat jullie van ranked vinden. Abonneer op mijn kanaal voor meer ranked. En wie weet ga je dan ook snel, heel snel, een nieuwe ranked video zien. Later, jongens.